dingen waarover besloten wordt voor ons land, die worden niet meer genomen daar in dat het Binnenhof. Je zou uit dat plaatje moeten veranderen wat daar op de achtergrond zichtbaar is. We zijn heel veel soevereiniteit kwijt natuurlijk aan de EU. Maar niet alleen aan de EU. We hebben gezien hoe de WHO bijvoorbeeld ons gezondheidsbeleid in verregaande mate bepaalt. Dat wordt alleen nog maar erger als je weet wat voor plannen er zijn. Er zijn plannen voor een nieuw pandemieverdrag van de WHO, waardoor onze eigen wetgeving wordt uitgeschakeld. Dat doet de EU natuurlijk ook. Die gaan ook boven onze wetgeving. Ik denk dat mensen die prikken een beetje door het beeld heen, dat vooral in de mainstream media wordt gezet. En mensen kijken gewoon naar de corruptie die plaatsvindt. Ze zien de toeslagenaffaire, het feit dat 1100 kinderen uit huis zijn, gewoon zijn weggenomen, eigenlijk gewoon gekidnapt zijn. Mensen zien daar doorheen en ze zien gewoon dat er geen verantwoordelijkheid genomen wordt. En ik denk dat we verwachten altijd dat als iemand een fout maakt, dat er ook verantwoordelijkheid genomen wordt. En ze zien gewoon dat die mensen gewoon op hun plek blijven zitten. Er wordt een of ander stevig debatje gevoerd. En dan mogen ze gewoon door blijven gaan. En mensen zijn daar denk ik klaar mee. Ja, wat je ziet is natuurlijk dat je hebt een coalitie en een oppositie. En de coalitiepartijen die zullen altijd het regeringsbeleid verdedigen. Dat was in mijn tijd zo, dat was daarvoor zo en dat is nog steeds zo. Maar nu zie je wel een verschilletje. Want de ministers en de staatssecretaris die moeten de Kamer informeren op het moment dat de Kamer daarom vraagt. En op het moment dat zij de Kamer verkeerd voorlichten of liegen of informatie achterhouden, dan ontstaat een soort vertrouwensbreuk. En op dat moment is een minister zijn positie eigenlijk niet meer te handhaven. En in mijn tijd moest een minister aftreden. Kreeg die motie van wantrouwen, moest hij aftreden. En je ziet nu dat dat mensen met liegen en informatie achterhouden, dat ze er gewoon mee wegkomen. Hè?